Kijk, je zit hier natuurlijk met een lekker gevoel, denk ik. Ik zei het net al, die stoel zit heerlijk, lekker warm. Je hebt gisteren gewonnen samen met Tarik. Je hebt weliswaar verloren met Enrico Keel. Hoe was dat voor jou op die avond? Dat het bij de ene ging het wat minder en bij de ander ging het wat beter? Want volgens mij... Hoeveel had je dat? Voor mij had je drie. Drie, want je hebt ook de laatste fiets. Ik had die blazer. Ja, de laatste fiets ook in de ring. Ik had de drie. Nou ja, kijk, eigenlijk hoe het ging... Kijk, met die Poolse jongen van me, met Michal, die zit vanaf Jafar City bij me. Die komt dan af en toe voor zijn voorbereiding over. Kijk, de band is anders dan met iemand waar je al bijna 10 jaar mee samenwerkt. Ja. Dus, en hetzelfde geldt ook voor Enrico. Hij is politieagent in Duitsland, kan af en toe komen, gaat terug. Hij is nog steeds politieagent? Ja, weet je, dus kan niet al te veel vrij nemen. Dus heel lastig. Maar ik had het ook al gezegd in interviews. Ik ben daar heel nuchter in. En ik had ook al gezegd, joh, wil Enrico winnen van een Tichani, moet hij echt de vorm van de dag kunnen brengen op die dag. Zeker gezien zijn omstandigheden, niet volledig kunnen trainen in Nederland. Ik zeg, moet hij de vorm van de dag brengen? En heeft hij niet gebracht. En jammer. Maar hij was daar ook met zijn Duitse trainer, dus... Mijn aandacht ging vooral uit naar... Is hij dan met Seffer? Seffer zit hij al lang niet meer bij. Okay. Zat hij met Seffer? Ja, daar zit hij al lang niet meer bij. Maar was met zijn andere Duitse trainer daar. Zijn broer zat erbij ook. Ja. Dus, maar mijn aandacht, energie ging uit naar, naar deze partij. Mm. Ja, er zit hier een Tijani-fan natuurlijk. Ja. Ik heb gewoon kijken op kickboksen, weet je. Nee, kijk, ik vond het niet Tijani zijn beste wedstrijd. Mm-hmm. Maar ik vond, hij vocht wel goed, hij raakte Keel ook vaak. Ik vond Keel best wel sterk. Ja. Ik vond hem best wel sterk, ik had het niet verwacht. Was dat toedoen van Keel of was dat omdat Tijani minder had gevochten? Nou, niet zozeer minder, want Tijani raakte hem goed, stapte goed weg, kwam niet in problemen. Dus die maakte hem gewoon af wat hij moest doen, zeg maar. Dus dat was goed. Alleen, ik denk, hij kreeg hem niet eruit, omdat hij bleef toch wel gewoon vrij goed staan, ontstoten. En er was wel even een momentje dat hij even rondliep, volgens mij, ik weet niet wat er was. Ja, zo ook. Toen hij achter de pen volgens mij een voorwaartse trap op zijn oog gehad, of was dat knie? Hij kreeg een voor... Ik vraag me sowieso af hoe de dokterscheck is. Heb je zijn buik gezien, Keel? Allemaal strepen. Ja, ik wilde nog helemaal de tenen had gecontroleerd moeten zijn. Ja, die waren niet gecontroleerd. Ik zeg het heel vaak ook in onze wedstrijdgroep. Denk om die tenen, knip die nagel. Die man zijn buik helemaal krassen. Met striemen, helemaal krassen. Dat betekent dat die tenen... Te lang die tenen, ja, te lang. Ja. Krijgt in de tweede ronde... krijgt hij een type of... ik weet niet wat het is wat hij kreeg. Ja. Oog dicht. Ja. Dus op dat moment vraag ik ook aan Enrico... joh, gaat het? Stop, hij liep rond en toen hoorde hij zeggen, I can't see. Ja, hij kon niet zien. Ja. Vanaf dat moment zag je ook dubbel, dus hij kon niet meer zien. Nou ja, dus weet je, tuurlijk, hij heeft het uitgevochten. Hij heeft niet gebracht wat hij moest brengen, maar ja, het is zo. Knap, want vanaf tweede ronde was het klaar. Hij kon eigenlijk niet meer zien. Dus ik dacht dat Tijani er overheen zou gaan lopen, maar ook niet. Ja. Dat deed hij ook niet. Deed hij niet. Hoe was jouw dag gisteren? Jouw dag, want ik stelde die vraag al. Je liep naar de kleedkamer en, nadat Keel had verloren. Ja. En dan moet je Tarik voorbereiden. Hoe gaat dat moment? Je komt in de... moet je hem nog warm stoten? Moet je hem nog toespreken? Hoe gaat dat moment? Ja, gaan we dus op het moment, want er waren nog 3 of 4 partijen tussen. Dus op dat moment loop ik terug en dan gaat zijn momentje beginnen. Weet je, en maar goed, weet je, we waren al in de zone. We waren al in die fight mode. Ik had hem al ingetaped. Dus hij was al ready, man. Hij was al ready. En op dat moment hoef ik nog even echt warm te draaien. Puntjes even nog even scherp zetten. Mm-hmm. En waren we er klaar voor, man. Laten we even die wedstrijd ingaan. De wedstrijd tussen Abena en Tarik Kwames. Ja. Er is een moment... dat hij, want ik had het net ook al gevraagd, krijgt hij opstoot wel die omgedraaid staat? Geen opstoot, hè? Sorry? Het was geen opstoot. Oké, je krijgt in ieder geval een opstoot terwijl je omgedraaid staat. Jij gaat op even op je knieën, neemt even je moment rust.
Ik zit daar, ik denk, ik zit in jullie hoek. En in één keer zie ik jou erin duiken. Ik weet op dat moment, weet ik van, oh, het gaat niet goed. Ja. Want als iemand tijdens een wedstrijd, als een trainer tijdens een wedstrijd, in de ring stapt, is eigenlijk de regel, dan word je gedisqualificeerd. Ja. Hoe kijk jij daarnaar? Ja, dom. Heel simpel, had ik niet moeten doen. Mm-hmm. Maar ik denk op dat moment, kijk, die partij was dusdanig beladen. Er is van alles geroepen, gezegd, geduwd, getrokken. Dat moment, Tarik, ik weet niet hoe het komt dat hij zich, ja, met zijn rug, Schijs komt ertussen, schreeuwt stop. Mm-hmm. En Abena slaat toch nog door. Ja? Het is een aantal keer gebeurd in de wedstrijd. Ja, maar dat kwam later, een aantal keer. Maar op dat moment, je bent in een soort van adrenaline kick en dat hele moment van crossfire, van dinges gaat door je heen, van emoties, van hé, wil hij het dan op deze manier gaan doen? Ja. Dus vandaar met die emoties, ik zie hem op de grond liggen, met die emoties stap ik de ring in. En wat kom je doen in de ring? Vraag ik me nog steeds. Ja, maar die scheids, vraag ik me nog steeds. Ja, 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 ja. Maar het wordt nog erger, want die scheids zegt wel, hey, ga weg, hey, schoot die scheids gewoon. Don't touch me. Dat is die in het Surinaam zeggen we, die don't atibro. Ja, ja. Nee, maar jongens, ik weet je, op dat moment, kijk. Ik heb met hem heb ik echt een band, weet je. Dus als wij de strijd ingaan, gaan we die ook samen in. En op dat moment zag ik van, hé, hij wil het op deze manier gaan doen. Scheids groot, duidelijk, stop, staat ertussen. Slaat ook bijna de scheids. Hij slaat er echt omheen. Ja, weet je, dus op dat doet moment... Deed hij ook. Ja, op dat moment denk ik van, huh? Dus, ja, dom. Ja. Had ik niet moeten doen. Had ik niet moeten doen en het had anders kunnen lopen. Ja, maar kan dit nog consequenties hebben? Waarom? Nou ja, ik vraag het gewoon uit een neutrale hoek van... Kijk, kan ik dit zag nog dat een protest, Abena, protest kreeg, ingediend worden... Ja, nee, en eventueel dat de vierde bond tussen haakjes nog teruggedraaid wordt? Ja, nou mogen ze van mij doen. Hij denkt niet van mij, niet wel. Nee, maar ik denk niet. Abena had het op zijn social... Ik kreeg het van iedereen doorgestuurd. Mm-hmm. Had hij op zijn social media gegooid van... joh. Reglement van Glory als een cornerman of trainer, weet ik veel wat, de ring instap. Ja, is op dat moment niet gebeurd. Maar ik denk dat iedereen van Glory ook in die hype... Ja. Maar wacht, wil je als donnetje zijn op zo'n manier winnen dan? Ja. Ik had ook gewoon kunnen blijven zitten. Ja. Ja. Had ik ook gewonnen. Had ik ook kunnen blijven zitten. Wil je op zo'n manier gaan winnen dan? Ja. Want ik zag hem dat posten en dat maakte me gewoon weer boos. Mm-hmm. Van ja, eigenlijk ben je dan gedisqualificeerd. Ja. Ik had ook kunnen blijven zitten. Mm-hmm. Eén keer zegt de scheids tegen mij, ik laat mijn bitje vallen. Pak je bitje, giet hij me schoppen naar mijn hoofd. Ik hou hem zo tegen. Ja, ja, ja. Die scheids, kijk, hij heeft van al die acties heeft hij geen één punt aftrek gehad. Hè? Nee, alleen een vermaning volgens mij. Ja, gewoon een waarschuwing. Ja, ja. Dus ik vond die scheids ook... De scheids waren niet helemaal on top, denk ik wel. Nee, maar die scheids vind ik sowieso... Ik heb hem toevallig elke keer... Ja, we hebben een paar keer hebben we meegemaakt al. Maar goed, ja, weet je jongens, ja. los van dat hij geen waarschuwing kreeg of wat dan ook. Het was gewoon dom. Dus wat er de afgelopen weken gebeurd is, weet je, alle irritaties, alles en ik had zoiets van, hé, je gaat hem toch niet zo slaan, heel dom. Ja, maar ja, wil je op zo'n manier winnen? En ik werd er echt agressief voor, ook toen ik die bitje liet vallen, wou hij me ook weer schopt. Toen zei ja, het gebeurde nog een keer, hè? Ja, was nog hij schopte me gewoon weer. Ik pakte die bitje en wou me schoppen naar mijn hoofd. Ja, ik had zo tegen. Dus hij zegt, hij probeert je uit te lokken, blijf gewoon rustig. Ik dacht ook, oké, schot, laat me gewoon weer adem inhouden. Rustig blijven. Is dat altijd de tactiek, de eerste twee ronden wat rustiger aandoen? Ik zeg niet dat je de eerste twee ronden rustig aandeed. Ja. Maar hij kwam in zijn spel vanaf de derde ronde. Ja, einde derde ronde kwam hij goed. Tweede ronde was ook voor Tarik. Eerste ronde was voor Donnergy. Ja. Tweede ronde ging naar Tarik. Derde ronde Donnergy weer. Mm-hmm. Maar ook daar, dan ga je terugkijken. Ik kwam thuis en dan ga je terugkijken. En ik stuur het dan door naar mensen waarvan ik denk die er verstand van hebben. Denk ik maar... Hoe kijken deze juryleden? Waar
kijken ze naar. Ja, want dat is voor mij ook. Dus ik snap de puntentelling, de regels van Glory, drukkende vechter. Vechter die damage maakt, ja. Vechter die... Dus ik snap die regels af en toe niet. Maar om op je vraag antwoord te geven, ja. Het is wel iets waar we... waar we aan werken eigenlijk. Mm-hmm. Dat hij eerder wakker moet zijn. Ja. Weet je, want hij vaker dat hij die eerste ronde nog aankijkt. Nog rustiger. En dat hij daarna pas... Het is een diesel. Mm-hmm. En dat hij daarna pas gas begint te geven. Het is met Floyd Mayweather hetzelfde. Die vecht ook eerste drie rondes, weet ik veel. Even aankijken, even je tegenstander aantasten. Kijken wat hij doet, kijken wat zijn fouten is. Misschien krijgt hij zelf een beetje zelfvertrouwen. En dan vanaf de tweede ronde probeer ik er overheen te gaan. Mm. Want je zag gelijk begin van de tweede ronde zet ik er heel veel druk op. Mm. En toen ging hij in zijn achteruit. Hoe heb jij tegen de wedstrijd aangekeken, Remco? Ja, kijk als fan. Dus ik ga niet over de juryleden en scheidsrechters, daar ben ik sowieso een beetje tegen. Want ik vind dat we moeten gewoon beter organiseren. Ook om jullie te beter begeleiden, want ik moet streng zijn scheidsrechter. En ik denk beter scheidsrechter. Ook voor een titelgevecht moet je echt iemand neerzetten die echt goed is. Moet je de beste scheidsrechter, het is een wereldgevecht, moet je de beste scheidsrechter hebben. Mm. Punt. Ja. Niet iemand die een gevecht in zijn beloop laat gaan. Want wat jij, natuurlijk, ik zou hetzelfde doen voor een vechten. Mag helemaal niet gebeuren in een normale wedstrijd. Mm. De scheidsrechter gewoon laat de jongens vechten. Maar je houdt wel, jongens, dit zijn de regels, natrappen, hup, gelijk. Hoe heb je tegen deze wedstrijd aangekeken? Ik kijk heel anders aan, niet qua scheids. Kijk, ik kijk ernaar dat ik begrijp gewoon alles wat er gebeurt. Ik begrijp hoe hij de ring instapt. Ik begrijp ook Abena, scheids zit ertussen en dan toch moet slaan. Ja. Kijk, weet je, het is als vechters. Jullie vechten daar zo beladen, het zijn twee mannen. Het is 1-1. Kijk, ik denk dat wij als vechters wel weten van, oké, op een gegeven moment is het gevecht klaar. Ja. Na een week of maand, weet je. Ik denk voor de mainstream die denkt van, hé, dit is echt, weet je. Dus, ik weet niet, deze wedstrijd is gewoon te veel gebeurd. Ja. Is net zoals, als Rico Jamal. Ja, maar ik vind dat... En klopt wat hij zegt. Als Rico en Jamal gaan vechten, dan moet de beste van de beste scheids moet daartussen zitten. Ja. Alles moet kloppen. Ja. Weet je? En zo'n wedstrijd was het ook. Dat is het. Te veel emoties. Dat zeg ik dus. Te veel toelaten. In het gevecht. Ja. Om ook even door te gaan daarop. Hè? Wat er gebeurt in de ring. Hè? Ik heb, voordat ik hier kwam, heb ik ook even met Said heel even gesproken. Er zijn een aantal dingen gebeurd in de ring waar niet... Ja, tussen haakjes, niet goed naar gekeken werd. Er werd gezegd, en dat komt niet van mij, er wordt gezegd dat Verhoeven iets zei waardoor Jamal gedriggerd raakte om op die manier te uiten. Hè, om die trap te maken, ja, waar hij gewoon niets mee zou raken, maar om die bewegingen te maken. Hoe kijken jullie daarnaar? Ja, maar kijk, dan komen we weer op hetzelfde neer. Kijk, tussen die twee is denk ik nog erger dan met Tariq en Abena. Ja. Dus de lontjes zijn heel erg kort. Dus ik begrijp Jamal ook wel. Mm. Weet je, ik begrijp Jamal ook wel. Want ja, kijk, als jij... Kijk, sommige mensen kunnen nog nuchter... Een atleet denkt misschien nuchter na, dat is Rico. Ja. Of hij lokt Jamal uit. Ja. Maar Jamal is een knokker, is een vechter zelf, dat is deze hier. Ja. Dus die trigger is sneller gemaakt. Ja. Dus ja, ik begrijp het wel. Dat als zoiets geroepen wordt of gezegd wordt, ja, dat die aangaat. Moet deze wedstrijd nog komen? Ja, kijk, moet absoluut. Moet tussen Jamal en Verhoeven, moet die wedstrijd 100%. Nog komen? Absoluut. 100%. Wat zeg jij maar hier? 100%. Ja, kijk, 100% sowieso, maar... Wel met een goede scheids. Ik heb gisteren gezegd, we zaten nog een beetje na te praten. Ik zei gisteren van, stel je voor dat deze wedstrijd welkom. Je zal waarschijnlijk een volle bak hebben, 32.000 man in het Gelderdoom. Ja, 1000%. Maar je hebt wel op misschien 32.000 man aan beveiliging nodig. Ja, sowieso. Want ik ben bang dat de gemoederen in het publiek
te hoog op gaan lopen. Waarom? Waardoor je daar ook een badder tegen Rico, die ook zo hoog opliep. Ja, maar dit is toch even anders. Want daar heeft Verhoeven niet lopen roepen van ja, badder, je spuit gebruiken. Het is hier op een andere level. Weet je wat ik vind? Daar ben ik blij dat je dat ding ook zegt. Want kijk, ik kreeg heel veel appjes en berichtjes van ja, kijk dat Jamal, dat kan niet, moet verbannen worden uit de sport, bla bla. Nee, man. Maar, ik had het met jou voor de uitzending er ook over, dit zijn typisch een beetje die gevalletjes dat tegen iemand zijn scheen trappen, degene slaat terug en dan zeg je, kijk eens. Kijk wat hij doet, ja, weet je, want daar gebeurt zoveel. En ik kreeg een filmpje ook, waar je ziet, voordat Jamal iets doet, Rico zegt iets tegen hem. En echt niet zo dat hij iets zegt, gewoon zo, jij bent Rico. Hij zegt iets zo, echt iets tegen hem. Ja, en hun zijn alle twee, zowel Jamal als Rico, zijn ze alle twee echt onder de gordel bezig. Ja, ja. Kijk, hun, dat ding tussen Abena en Tarik, ja, weet je, dat is gewoon. Met de andere woorden was niks. Ja, die van jullie was wel maar hun zijn echt onder de gordel. Weet je, gaat op een ander level, ja. Als je het hebt over doping en ik stuur jou een emotie met spuitjes. Ja, ja. Weet je, dat is echt onder de grond. En zo zijn ze alle twee bezig. Ja. En dat is gisteren ook gebeurd. Hmm. En ze stellen zich alle twee een beetje aan. Want kijk, heel in principe, kijk, Rico, Jamal maakt zo'n schop. Moet hij ook niet doen, moet niet eens in die ring zijn. Nee. Maar Rico rent er ook zogenaamd op af, alsof hij echt wat gaat doen. En er zoveel mensen te zitten. Ja. En juist die moeten het rustig houden. Maar vind jij niet dat die partij moet komen? Nou, ik zit zo naar alles te kijken wat er allemaal gebeurt. En ik wil echt wel dat zo'n wedstrijd gaat plaatsvinden. Ik ben alleen bang dat het buiten de ring, waar je weinig controle over hebt, gaat het escaleren. En dat wil ik dus niet. Daar ben ik een beetje bang voor. Wat je niet want, wacht even, laatste. Want dat heeft dan effect op de sport. Ja, en niet zozeer op Jamal of Verhoeven, het heeft een effect op de sport. Ja, maar al die kritica zit er weer. Zie je wel, er wordt weer gevolgd. Je moet niet krijgen. Want je bent Glory 80. Juist. Dat wil ik niet Jamal en Badr en Vrozek. In de venue. Juist. Nee, maar goed, maar daar hebben ze van geleerd. Dat kan je toch in zekere mate kan je. Dat controleren? Ja, dat kan je weten niet hoor. Dat wordt lastig. Want als een hele groep fans van Jamal naar binnen komen met het gevoel van of het nou van Jamal is of van Hoeven, dat maakt niet uit. Ze kopen netjes een kaartje met een stropdasje, kopen ze netjes een kaartje, maar wanneer ze binnen zijn, trekken ze hun shirt uit. We zijn de hooligans van Jamal of we zijn de hooligans van. Ja, maar controleer je niet. Ja, maar zet dan die partij gewoon ergens in het buitenland. België. Nee. Ja, maar dat maakt niet uit. Al zet je het in Nicaragua, ze noemen nog steeds kickboksen. Ja, voor de sport. Kickboksen de naam. Ja. Kickboksen heeft een deken over zich heen waarvan ze elke keer zeggen van ja, het is niet alleen maar kickboksen, maar vechtsport in general. Ja. Het is alleen maar voor laaggeletterden, het is alleen maar voor mafkezen. En dat is jammer, dat is niet zo. Nee. Want of het nou managers zijn van een grote bank of wat dan ook, die doen er allemaal aan mee. Ja, ja, ja. Alleen, wij moeten er wel voor zorgen. Kijk, want ik hou er ook van. Ik hou ook van een fikkie. Ik hou ook van dit soort dingen wat met Tarik en Abena gebeurt. Ja. Alleen, ik wil niet dat het verder escaleert dan nodig. Ja. Ja. Daar ben ik wel. Ja, ze weten met voetbal goed buiten beeld houden altijd, vind ik. En bij ons wordt te veel belicht. Ja. En ik kan Jamal aan de ene kant misschien wel begrijpen. Als jou 500.000 euro door je neus boren, want hij was potentieel ook toernooiwinnaar. Mm-hmm. En zou voor je half jaar krijgen. Ook al je emotie binnen van jou, luister, hey, pak me 500.000 af. Maar je hebt te veel verhalen met Jamal. Ze hebben te veel verhalen met Jamal en Rico. En dat geeft hij op deze manier. Om welke reden dan ook geeft hij, Verhoeven geeft hij munitie. Ja, hij geeft hem munitie om beweging, weet je, zo'n doen alsof hij wil knokken, weet je, dat geeft hem elke keer weer munitie. Ja, maar het zijn emoties ook, Remy. Kijk, die jongen is ook een emotionele jongen. Ja. En Rico weet dat heel goed te bespelen ook. Ja. Dus, maar ik vind een partij tussen die twee. We gaan afronden, Mike. Jij hebt nu Tarik kampioen gemaakt binnen Glory. What's next met Tarik? Uitrusten, vakantietje boeken. Glory is van plan. Glory is van plan een light heavyweight tournament te gaan doen. Hè. Ik denk dat de volgende toernooi, wat ik begrepen heb, moet de light heavyweight gaan worden.
Ik weet niet wanneer precies, maar ja, het is eigenlijk blessures behandelen. En volgende week, twee weken is ja, weer een trainingskamp. Ja, ja, dan begin je al meteen trainingskamp? Ja, even een trainingskamp. Gewoon lekker trainen. Gewoon rustig trainen, weet je. De focus gaat nu naar Boateng en die andere jongens even. Maar, maar dan beginnen we gewoon weer te trainen. Heerlijk, heerlijk. Hey, ja. Ik ga jullie allemaal bedanken voor jullie komst. Het is nu natuurlijk zondag, meteen na de wedstrijd. Jullie hadden ook natuurlijk in je bed kunnen blijven liggen. Maar ik ben blij dat jullie allemaal gekomen zijn. En ik ga natuurlijk jullie ook bedanken daar thuis. Dat jullie ons blijven volgen, blijven steunen. Want zonder jullie gaat het niet lukken. Warriorcode.com is natuurlijk een platform waar je ja, van alles kan checken als het om vechtsport gaat. Laat comments achter, blijf het volgen, blijf het verspreiden. Want zonder jullie gaat het niet lukken. Want willen we natuurlijk veel meer mooie mensen hier aan tafel hebben dan dat deze geweldige nare Marinho natuurlijk bij mij op de bank. We hebben natuurlijk de Remco Pardoe, een van de eerste de pioniers binnen het binnen UFC. Heeft al bij UFC 2 al gevolgd. Tarek, kampioen natuurlijk binnen Glory Light Heavyweight. En natuurlijk Mike Polana, die mij vroeger een draai om mijn oren gaf. maar nu durft hij niet meer. Een geweldige trainer, een toptrainer. Ja. Hè, want daar kijkt hij me af en toe op aan. Van Remy, hey, ik ben toch ook een toptrainer? Nee, hij is gewoon een toptrainer. Oh, en dat weten we allemaal. Hij is een geweldige trainer. Want kijk maar, wat ik mooi vind aan Mike Polana, is dat hij niet constant jongens van andere partijen krijgt en die zogenaamd die laatste zet geven om dan te zeggen van kijk hoe goed ik hem gemaakt heb. Hij heeft jongens van begin af aan en dat vind ik gewoon geweldig en dat moet ook gezegd worden, want al die sportschoolhoppers die je tegenwoordig hebt vind ik helemaal niks aan. Ja? Hey mensen, nogmaals bedankt en tot de volgende keer bij warriorcode.com. Bekijk nu de volledige aflevering van Warrior Talk op warriorcode.com. Oes! Het leven zit vol uitdagingen. Vechtsport helpt jou daarmee om te gaan. Het geeft veel zelfvertrouwen en leert je te beheersen. En het is vooral gezond en leuk. Samen met het Jeugdfonds Sport en Cultuur maken wij vechtsport toegankelijk voor iedereen. Vind de sportschool die bij jou past op warriorcode.com/doe mee.